Ja, welkom terug bij Cultuur 071 hier op Sleutelstad. Bij mijn rondleidingen door de stad vertel ik dat Leiden zo'n duizend jaar geleden... ...haar ontstaan vond op de, op de zuidoever van de Rijn. Ter hoogte wat we tegenwoordig de vismarkt en de aalmarkt noemen. Die ontstaansgeschiedenis impliceert echter niet dat er voor die periode hier geen mensen rondliepen. Er zijn in deze omgeving sporen gevonden van agrarische activiteiten van ver van voor onze jaartelling. Veel bekender... Is dat rond de eerste eeuw na Christus in deze omgeving belangrijke nederzettingen door de Romeinen werden gebouwd? Het Romeinse Rijk strekte zich in de eerste 2,5 eeuw na Christus uit tot aan de Rijn. Om die noordgrens van eh, het Rijk, de Limes, te bewaken, waren op diverse plaatsen militairen gelegerd. Een van die plaatsen was Castellum Matilo. Vorig jaar was Christel Brandenburg bij ons in Cultuur 71 om te vertellen over die limes. En vandaag willen we vooral aandacht besteden aan Matilo. En degene die daar heel veel over kan vertellen, is onze volgende gast. Welkom Tom Hazenberg. Dankjewel. Ja, Tom, voordat we het over Matilo en natuurlijk ook over de limes, want die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden gaan hebben. Eerst even over jouzelf. Uh, wie is Tom Hazenberg? Archeoloog. Leijenaar, um, gestudeerd hier in Leiden um, en heb hier mijn eigen advies- en onderzoeksbureau. En van daaruit help ik uh, op heel veel plekken langs de Limes ook uh, die Limes ontwikkelen, maar ben zelf ook onderzoeker. En, um, dus op die manier ben ik uh, professioneel betrokken bij de, um, bij de Limes. In Park Matilo ben ik uh, bestuurslid. Precies, welke, welke van de bestuursleden weten we niet. Maar in ieder geval, ik ben een van de bestuursleden uh, van de stichting Mooi Matilo, ja. die samen met de wijken Roomburg en Meerburg en de gemeente Leiden en Provincie en ook een aantal andere partijen uh, probeert eigenlijk al heel lang programmering in Park Matilo. Ja, voor maar, wat, te krijgen. Wat, wat is jouw fascinatie voor de Romeinen? Want uh, jij bent als archeoloog, nou kan je heel veel uh, onderwerpen kiezen waar je het nader onderzoek uh, naar doet. Uh, bij jou spelen de Romeinen uh, toch wel een belangrijke rol. Ja, maar dat komt ook weer door mijn gymnasiale achtergrond hier in Leiden. Uh, en uh, dat mijn feitelijke studie is begonnen als klassiek talen. Dus ik bedoel, ja. toen uh, de filologie, de taalkunde en de archeologie bij elkaar kwamen. Ja, was het wel logisch dat dat in de buurt van nou, de, 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 de klassieken zou zitten? Mm -hmm. uh, als droom had ik om naar de Etrusken te gaan graven. En om dat te moeten doen stuurde uh, de universiteit Leiden, die zei, ja we gaan niet onervaren studenten naar een archeologische opgraving sturen ergens in het buitenland, want we willen natuurlijk onze naam hoog houden. En toen ja, werd ik een beetje gedwongen om een soort methode en techniek archeologie uh, te volgen hier in Nederland. Toen dacht ik, nou, hier moet ik blijven. Want de archeologie van Nederland is eigenlijk uh, veel interessanter dan die van de Etrusken in Italië. <laughs> ja, dus toen is die, nou, toen, en toen bleek dat Nederland helemaal vol lag met, uh, met, met onder andere Romeinse archeologie en vroeg Middeleeuwse archeologie. En daar ben ik uiteindelijk uh, dat, daar ben ik inhoudelijk in blijven gespecialiseerd. Aan de andere kant ben ik ook, uh, is mijn bedrijf ook vooral gespecialiseerd in de archeologische monumentenzorg. En dat ja. draait natuurlijk veel meer over. van uh, hoe, uh, hoe ga je om met archeologische resten in? Voorgenomen uh, bouwprojecten. Ja. En hoe doe je dat zowel voordelig voor de projectontwikkelaars, goed voor de kwaliteit van de archeologie en durf je ook keuzes te maken ja. wat je nou eigenlijk wil? Want je hoeft ook eigenlijk niet alles te bewaren, maar waarom waar, maak je welke keuze? Nou, daar, is, uh, daar ben ik best handig in geworden. Uh, was Matilo jouw eerste grote project? Ja, dat, is wel, dat was echt spectaculair. Binnen een nou, binnen een jaar van wat uh, kleine klusjes bij de Rijksdiensten voor het cultureel erfgoed tegenwoordig ja. in, uh, in Amersfoort. Ja. Uh, nou, werd ik toegevoegd aan een groep Romeinse archeologen. En nou, binnen een jaar begon, uh, begon de opgaving bij Roomburg. Nou, en een beetje in een tijd dat er zoveel, uh, zoveel drukte was, uh, werd ik ook mede opgavingsleider. Ja, en dat bleek achteraf natuurlijk een gouden greep om. Dat ik daar het uh, begin van mijn, ja. mijn graafcarrière heb mogen, de, mogen hebben. Met natuurlijk alle... Prachtige ontdekkingen die daar gebeurden. Wat ik uh, over gelezen heb is dat uh, er al heel lang duidelijk was dat Matilo bestond. Maar dat er in eerste instantie gedacht werd dat het veel meer in de binnenstad van Leiden zou, uh, zou liggen. Uh, onder de Burg werd onder andere gedacht. En pas een kleine honderd jaar geleden kwam uh, de wijk Kroonburg-Meerburg uh, in beeld. Ja. Uh, hoe is die eigenlijk ontdekt, die plek? Ja. Nou, het is eigenlijk raar dat zo lang... Uh, het onduidelijk is gebleven, hoewel het natuurlijk doodlogisch is. Ik bedoel, je hebt er komen twee Rijnen samen, je hebt de ja. Burgt. Op heel veel plekken is de plek van het Romeinse fort ook de bron geworden van de nieuwe, uh, van het, uh, hef, van de nieuwe stad, laten we zeggen, of het dorp. Dat heb je in Valkenburg zelf, ja. dat heb je in, uh, in Utrecht, uh, in Woerden. allemaal precies op de, in Alf ook, precies op dezelfde plek uh, ontstond uiteindelijk uh, het dorp of de stad. Uh, dus ja, doodlogisch dat, uh, dat daar in Leiden ook naar die plek werd gezocht. En ja, uh, hoe raar is het dat de prachtige stad Leiden... net niet ontstaan is vanuit een Romeins fort... maar dat dat ligt in een tuinengebied uh, ja. twee kilometer naar het oosten. Aan de andere kant is het altijd wel een verdachte locatie geweest. Want bij de bouw van het Sint-Margareta-klooster daar... waren al zo ongelooflijk veel vondsten gedaan. Uh, ja, en ik denk dat dat een beetje toch vergeten is geweest... Want het, het kon toch niet zo zijn dat in dat tuinengebied, dat daar de stad is begonnen. En dat is dus uiteindelijk uh, pas uit Holwerda ontdekt ja. dat, dat, uh, dat het daar was. Je noemde even het Margaretha-klooster. Dat is een middeleeuws klooster dat uh, even ten oosten van de huidige, uh, huidige park, of in het park ja, eigenlijk. Ja, half, half in het park, ja. half buiten. En we ja. weten het niet helemaal. Dus dat ja. is ook... Uh, de, de luisteraars kunnen het herkennen door het bankje dat daar staat. Uh, ik vind het zelf een heel leuk uh, ontwerp. Uh, in het bankje zit een, ja, een chip, zou je het kunnen noemen. Als je op dat bankje gaat zitten, hoor je middeleeuwse gezangen, kloostergezangen. Ja. En, uh, dus het is niet alleen een Romeins gebied. Nee. Het is, daarna heeft het een hele andere bestemming uh, gekregen. Misschien um, om het af te maken, bij de bouw van dat klooster zijn er dus ongelooflijke prachtige vondsten gedaan, waaronder de grote inscripties. En Eigenlijk is het. Park Matilo, of in ieder geval de, de, de Kastellen Matilo. Nou, hij uh, is wel een beetje bekend om, om de wat spectaculaire vondsten die er zijn ja. gedaan, onder andere het masker. Maar eigenlijk zijn die inscripties zijn van veel groter belang die daar zijn ontdekt. En die hangen op dit moment in RMO en in Kasteel Duivenvoorde. Matilo was een, een legerplaats, soldaten. Ze denken ongeveer zo geloof ik 500 soldaten. En daaromheen was een dorp, de Vicus. Ja. Uh, kan je iets vertellen hoe, hoe die samenleving, voor zover we daar zicht op hebben, hoor? Hoe die, hoe die samenleving daar zo dagelijks ging? God, ja, dat zou ik je graag willen vertellen. <laughs> maar dat is, uh, nou, we, we moeten daar een hele hoop over. Hè, bedoel, on, ons vak is wel om, om juist daar wel wat uitspraken over te doen. Hè, je begint al met: het is een, een, het is een militair kamp, eigenlijk een soort kazerne, hè, waar, waar horen, daar horen 500 man te liggen maar in het kader van bezuinigingen en na verloop van tijd waren dat er misschien nog maar 100 of 200. Mm -hmm. Er zijn zelfs gedacht dat het zond wel eens helemaal verlaten is geweest. En daaromheen inderdaad ontstond naar verhouding een heel druk dorpje um, in uh, Nederland in die tijd. Er woonden denk ik enkele duizenden, misschien tienduizenden mensen. En ineens heb je langs de Rijn binnen 50 jaar ontstaat daar een gemeenschap van. Om de paar kilometer uh, hele grote, uh, nou, soort concentraties. Mm -hmm. van 500 soldaten. Uh, en misschien wel duizend man in, in zo'n dorpje. Er varen allemaal schepen heen en weer, mooie Zwammerdamschepen. Um, en daar, daar ontstaat, een, naar verhouding, een grote drukte. Moet je niet verwarren met onze drukte. Mm -hmm. waar wij dadelijk weer instappen als we hier de stad leiden. Relatief ingaan. Druk. Relatief, Relatief druk. <laughs> uh, en zodra het Romeinse leger ergens komt, is het onverzadigbaar. Dat is continu, zijn er producten, materialen nodig. En voor een deel wordt dat door het Romeinse leger echt georganiseerd. Maar ja, er zijn ook gewoon dagelijkse dingen nodig. En daarbij, officieel mochten Romeinse soldaten niet. Of, en ik heb het over Romeinse soldaten, eigenlijk is dat niet waar. Dat waren allemaal, uh, nou... Huurlingen, uh, overwonnen volkeren uit het hele Romeinse Rijk. Want de echte Romeinen die zaten hier niet. Het waren echt inderdaad allemaal bewakers van de limes. Dat was toch een soort tweederangse uh, mm -hmm. uh, soldaten, hulptroepen. Uh, die mochten officieel niet trouwen. Pas nadat ze 25 jaar dienstplicht hadden gedaan. Maar er ontstond natuurlijk wel een samenleving ja. van mannen en vrouwen en ja. kinderen. En ook steeds meer zien we ook dat de invloed van vrouwen. zal ongetwijfeld veel groter zijn geweest dan die wij archeologisch en met name literair kunnen vaststellen, maar je ziet langzamerhand, we hebben bij de opgavingen in Roomburg in de jaren negentig ons vooral geconcentreerd op die ficus, op dat ja. dorpje eromheen. Uh, wat wij vonden waren heel veel tuinen, het is dus al een hele grote uh, klein agrarische uh, ja. economie zijn geweest. En, nou, en daarvan kan je je voorstellen dat dat grotendeels door, uh, door vrouwen zal zijn georganiseerd. Want bleef zo'n dorp dan, uh, je, je zei van het zijn van oorsprong misschien niet allemaal Romeinen, zelfs helemaal niet. Maar bleven die hier dan gewoon al jaren wonen of gingen die ook terug weer naar het zuiden? Of? Ja, de, het, het, het standaardvouw is dat je in principe 25 jaar zit op je locatie waar je bent toegewezen of waar ja. jouw eenheid is toegewezen. Uh, en je gaat uh, na het behalen van je diploma, hè, na 25 jaar dienstplicht, uh, ga je je vestigen. En dan heb je ook een plek waar je kan vestigen. En velen zullen dat doen. De plek waar ze vandaan komen, waar ze natuurlijk ook hun families hadden. Uh, maar je, wat je natuurlijk ook ziet, is dat velen uiteindelijk zijn geworteld in een nieuwe ja. regio en, en, daar gaan, ja. uh, en daar hun leven gaan opbouwen. In zoverre is het natuurlijk wel echt. Spectaculair dat er in de Romeinse tijd. Het is natuurlijk, we moeten niet romantiseren. Het is uiteindelijk natuurlijk mm -hmm. een ongelooflijk geweldsmaatschappij. Ja. He, dus daar moeten we moeten niet vallen, v, 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 vallen voor de romantiek van het Romeinse leger en de hoge cultuur. Maar ook de Germanen zullen wel niet zo aardig zijn geweest. He, dus dat is natuurlijk, overal is dat um, uh, was er gewoon, geweld was gewoon echt aanwezig. Maar er ontstond wel een enorme mengeling. Door het hele Romeinse Rijk met een gezamenlijke cultuur die is opgelegd, maar ja. uiteindelijk wel goed werkte: van ja. taal, geld, uh, godsdienst, uh, keizerverering en ook gewoon de noodzaak om in dat systeem je plek te hebben en te vinden. Matilo heeft zo'n 2,5 eeuw bestaan, vermoedelijk. Uh, en daarna was het afgelopen. Hoe, waar, waar zit dat moment dat men Matilo verliet en waarom? Ja. ja, dat is. En dan kom je toch ineens weer bij de, hè, bij de grote. Economie, bij de grote uh, bewegingen, bij de grote politiek. Hè, voor een deel stort, het, Romein, uh, stort het Rijk vooral uh, in één. Want die, ja, die span of control, dat kunnen ze ja. een paar honderd jaar volhouden. Uh, met enige regelmaat was dan weer de macht hier in het westen, dan weer in het oosten. Uh, er zijn in, uh, in, West, uh, in het Westen-Romeinse Rijk ook een aantal. Tussenrijken geweest. Nou, dan op een gegeven moment ga je keizers onderling uh, laten vechten. Nou, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de gewone bewaking. Um, en dus uh, en langs wordt de druk van buiten wordt ook uh, groter en groter. En een belangrijk onderdeel is dat we de vernatting gaan krijgen van deze regio. Het wordt een lastiger en minder aantrekkelijk gebied om zomaar overal te wonen. Het feit dat hier natuurlijk in de Romeinse tijd. er een heel redelijk droog landschap was. Waar je langs het, met name langs de Rijn in deze regio, uh, nou nog best wat kon wonen en akkeren. Uh, dat geeft de bestaansmogelijkheid ja. en die wordt echt minder. Maar wat je wel ziet, is dat dus de echte controle over de Rijn, als, hè, want uiteindelijk is de Rijn veel minder een grens, maar veel meer een grote transportroute ja. naar Engeland. Hè, daar, daar draait het eigenlijk allemaal om. De grenzen zie je ook niet keihard. Ook het gebied ten noorden van de Rijn was eigenlijk uh, gewoon onder controle van het van het Romeinse leger, ja. van de Romeinse machthebbers. Maar um, er is wel met ook al stort het rijk regelmatig in en wordt het weer opgebouwd. Dan zie je wel dat de um, dat de transportroute met regelmaat weer helemaal terug intact wordt gebracht, totdat dat echt niet meer kan. Nou, ja. ergens. Eind, derde, begin vier, uh, vierde eeuw. Ja. ja. We gaan uh, zo meteen nog even verder praten over uh, de toekomst van park Matilo. Ja, want daar heb jij plannen uh, voor. Uh, maar in, uh, nu eerst even naar de muziek toe. Dit is cultuur. Ja, we hebben het net gehad over het verleden. Van uh, nou ja, 2000 jaar terug zo ongeveer. Uh, park Matilo en de Limes hebben de uh, status gekregen van uh, UNESCO-erfgoed, werelderfgoed. Je hebt ook de mooie vlag meegenomen ja, van. Uh, voor, de, voor de kijkers. Uh, kan die even getoond worden? <laughs> uh, maar het is eigenlijk niet zo heel bekend. Het, het park is uh, een, een mooi plekje, maar erg buiten de binnenstad. Veel mensen, zelfs lijnaars, kennen het niet. Uh, en het verhaal erachter, zoals je dat net verteld hebt, is ook niet bij iedereen bekend. Maar jij hebt er wel plannen voor. Onder andere met een, een museum, een op dit moment nog een digitaal museum en hopelijk in de toekomst zelfs een fysieke component erin. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, we, zijn het, we doen dit samen al in een groepje, de Stichting Mooi Matilo, waar we, die we tien jaar geleden hebben opgericht als, eigenlijk als uitdaging op de toenmalige wethouder Jan-Jaap de Haan. De, de wethouder heeft gezegd: uh, Nou, we hebben de hardware verzorgd. Nou, het is nu aan de burgerij om daar de, ja. uh, het programma te verzorgen. Nou, daar zijn we mee bezig. Uh, na een hele lange aanloop uh, is het nu gelukt om een klein eerste bezoekerscentrumpje te bouwen. Dat, dat staat er nu. Uh, dat gaat, zijn we de laatste handen, handen uh, ik het, uh, de zaken aan het, aan het opknappen. En dat, uh, dat hoop ik nog in 2022 te openen. Um, en wat is daar dan te zien? Daar is op dit moment nog niet al te veel te zien. Want het gaat erom dat je voorlopig eerst mensen welkom kan heten. Ja. Er zijn overal wandelroutes, fietsroutes waar Matilo gewoon centraal in ligt. Ja. Alleen tot op heden kom je nou, best in een kaal terrein. Maar we willen zorgen dat we samen met allerlei clubs uit de wijk zo vaak mogelijk de deur open hebben. En dat we op zijn minst mensen kunnen ontvangen. Ja. Dat is één. Uh, langzamerhand, uh, en dat, heet, dat gebouwtje heet, het is gewoon een bezoekerscentrum, maar dat noemen wij ook de Fabrica. En de, fabrika, de fabriek is ook de werkplaats waar we eigenlijk het grote bezoekerscentrum voor aan het voorbereiden zijn. Ja. En nou, dat wordt dan ooit de principia die we gaan bouwen. Het is echt een grote ontvangstruimte. Dat zal allemaal kleinschalig blijven, want het hoeft geen museumpark Archeon te worden. Dat hebben we al. Ja. Bij ons is het een heel mooi wijkpark, maar ook een stadspark en een regiopark met een ongelooflijke geschiedenis. Maar ook uh, mooie tuinen. En je kan je ook gewoon je hond uitlaten. Dus zo eenvoudig is dat ook. Uh, dat die, al die partijen hebben we uh, inmiddels bij elkaar gebracht. En uh, het afgelopen jaren is het al gelukt om een regulier programma te maken... met rondleidingen, workshops en soms wat grotere evenementen... zoals de buurtcamping. En, uh, en over een paar weken organiseren we dan eigenlijk een soort... Uh, nou, Romeinse uh, Romeins feesten, Saturnalia, de overgang van he, met de zonnewende... Uh, zoals we in Nederland ook het, het, uh, het kerstfeest hebben en in alle geloven een vergelijkbare feest hebben. Nou, dat willen we via de Saturnalia samen met wijkbewoners vieren. Um, maar t, wat het eigenlijk moet worden is natuurlijk gewoon een plek waar altijd als je er komt uh, kan je de Romeinse geschiedenis van die locatie uh, beleven. En veel van die activiteiten die je nu op de planning hebt staan, daar zijn vrijwilligers voor nodig? Ja. Uh, want de stichting Mooi Matilo bestaat volgens mij ook volledig uit vrijwilligers. Ja. Maar dat zijn er nooit genoeg. Zijn er nooit genoeg, zeker. We willen heel graag vrijwilligerswerken hebben, want we werken ook heel veel samen met een aantal uh, Leidse uh, kleine zelfstandige ondernemers, die ook inderdaad het programma uiteindelijk uitvoeren. Dus wij verzorgen subsidies en zij kunnen een deel van het programma doen. Maar we willen dat met een veel grotere groep mensen doen. Dus op parkmatilo.nl kan je aanmelden en dan. Je hoeft ook niet altijd vast eraan zitten, maar als je gewoon, uh, als je soms eens mee wil werken of in een pool wil werken, of als je eens een keer uh, opgebeld kan worden als je nodig bent, dan, nou, dan, dan ontvangen wij graag uh, de vrijwilligers. Uh, Matilo en de Limes maken onderdelen, of eigenlijk is de Limes een heel groot gebied, hè? tot ver in, in, in Duitsland. Uh, uh, ik ben in Xanten geweest waar je dat uh, heel goed uh, kan zien. Hoe is die samenwerking? Zijn er uitwisselingsprogramma's? Ja. Is er een gezamenlijk overleg? Uh, hoe hoe ja. zorg je dat die Limes breder is dan alleen op lokaal niveau. Ja, en dat is, nou, dat is juist ook een beetje de waarde van de limit. Het is nog even lastig soms, het, 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 de relatie tussen Centrum Leiden en, en Park Matilo. Maar Park Matilo heeft contacten, eh, inderdaad, met Xanten en in Duitsland. Maar ook op dit moment zelfs, een aantal bewoners van, uh, van Meerburg en Roomburg... Hè, de, 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 de plek waar op dit moment ook grote wijkveranderingen zijn... die zijn op dit moment aan een uitwisseling bezig. En die lopen op dit moment echt, as we speak, langs de muur van Hadrianus. En die werken daar met kunstenaars en dat kunstproject, dat zal uiteindelijk ook leiden weer... dat er Leidse bijdrage is in een tentoonstelling... die op 1 december aan de muur van Hadrianus in Noord-Engeland gaat worden geopend. Dus zo proberen we ook niet alleen bij archeologen onderling... Mm -hmm. maar juist ook bij bewoners van de Limes uh, uh, samen te laten werken... en ook samen te ervaren van wat betekent het eigenlijk... dat je op zo'n oude historische grens woont. Ja, uh, bewoners... Leijenaar en omgeving kunnen allemaal uh, natuurlijk zo het park uh, inlopen. Uh, en iets proberen te begrijpen van, uh, van die geschiedenis. De, de wachttorens die er staan geven wel een beetje die, die indruk. Uh, wat is de eerste activiteit die er nu komende tijd gaat plaatsvinden... en waar het interessant is om die te gaan bezoeken? Ja, Op 17 december is, de, is het inderdaad die Saturnalia die uh, dat... Uh, nou. De, de viering, maar waarin we natuurlijk ook vooral ingaan op het Romeinse geloof uh, en ook op de plek. daar zijn ook wel rondleidingen bij. Dat doen we in het kader van de City Leiden City of Science op 17 december. Uh, en we zijn op dit moment bezig uh, om het uh, programma voor 2023 te vullen. Daar hebben we ook wel een aantal nieuwe subsidies. En dan daar staan ook gewoon een aantal evenementen ja. met reguliere rondleidingen en workshops. En dan kan je voor inschrijven. Het eerste wat jij zelf gaat doen is uh, volgende week op dit moment, een week later, sta jij in de Hooglandse Kerk. Dan is het 120ste verjaardag van de Historische Vereniging uh, Oudleiding En jij bent uh, de hoofdact, zal ik maar zeggen. Jij gaat een lezing houden over uh, Matilo en het belang uh, daarvan en de Limes en de erfgoedstatus. Uh, ik kan er helaas niet bij zijn. Uh, onze technicus uh, is wel aanwezig en gaat daar een rapportage van uh, maken. Want ik moet hier weer volgende week zitten. Tom, bedankt voor het interview. Ik wens je heel veel succes. Zeker volgende week in die grote kerk. Want die is altijd helemaal vol als daar de dies is van de HVOL. Bedankt. Dank je wel. Graag gedaan.